Ja, John van der Brom, we zijn in Griekenland, Athene. Maar allereerst, wat was het vroeg vanochtend? Ja, zijn we niet gewend om... We moesten 4:15 op het stadion zijn. Ja, dan heeft ieder persoonlijk nog natuurlijk de afstand die hij moet rijden. Dus voor mij was het ook vroeg. En dat merk je wel, moet ik eerlijk zeggen. Maar als je dan hier aankomt en ja, het is zo'n prachtige dag, mooi weer. En vanmiddag hebben we nog wat tijd gehad om even wat bij te rusten. En dan zie je dat de energie vanavond in de training dusdanig hoog alweer is. Dat we ja, eigenlijk wel het nut van deze wedstrijd ook weer inzien. Ja, dat nut, hè? Want Panathinaikos is natuurlijk een hele mooie tegenstander waar jullie morgenavond tegen spelen. Maar waarom helemaal in Griekenland? Ja, waarom? Kijk, je wil altijd wedstrijden spelen op een bepaald niveau. En tegen weerstand die je ook in de competitie niet tegenkomt. Nou, we zitten in de voorbereiding, dus we zijn daar mee aan het spelen met de wedstrijden. Nou, als ik tot nu toe onze wedstrijden die we gespeeld hebben, vorige week tegen Olympiakos, Club Brugge, ja, past deze prima in. Natuurlijk is het wat vermoeiende omdat er een reis bij komt. Aan de andere kant ja, weet je ook dat je, dat hebben we vorig jaar natuurlijk heel vaak gehad, toen stonden we ook hier in Athene. Weliswaar tegen een andere tegenstander was het voor de kwalificatie. Dus dat past best in het programma. Als je daar maar goed mee omgaat, dat je die jongens ook voldoende rust geeft. Nou, daar zijn we met z'n allen bewust van en dat hebben we gedaan. En nogmaals, als ik dan de training vanmiddag of hier uiteindelijk vanavond zie, ja, dan geeft mij dat weer goede moed ook weer naar de wedstrijd van morgen. Dat ze weer fit, gretig en dat ze ook tegen andere tegenstander weer, andere omstandigheden, ja, datgene weer doorzetten waar we mee bezig zijn. Je hebt 21 spelers meegenomen naar Griekenland, waarvan een aantal namen die normaal gesproken in de selectie zitten, die er niet bij zitten. Denk aan Bent Rienstra, Bellassani, Tankovic. Wat is de reden daarvan? Job van der Linden ook nog. Dat zijn 4 jongens inderdaad. Daar hebben we gisteren mee gesproken. We hebben een grote groep. Het heeft helemaal geen zin als je dichter naar de competitie toe gaat om zoveel mensen hiermee naartoe te nemen. En ja, wij hebben die jongens uitgelegd. Eerlijk gewoon dat het perspectief in de toekomst minder is voor hun. Zodat ze, als het goed is, vanavond een wedstrijd hebben gespeeld tegen de Helders selectie met Jong AZ. En aan de andere kant kunnen die jongens ook uit gaan kijken of ze iets anders kunnen vinden misschien. Want uiteindelijk gaat het erom dat je met een groep komt te werken die trainbaar is. Hè, in die zin dat je in de aantallen. En dan kijk je ook naar de posities. Wie komt in aanmerking? Ja, en als je dat niet geen perspectief hebt, ja, dan wordt het lastig om ze te blijven motiveren. Alhoewel daar helemaal geen aanleiding voor was. Hoor, want die jongens hebben ook een prima voorbereiding gedraaid. Alleen ja, er zijn andere spelers die zich ook ontwikkelen. En daar tegenover staat natuurlijk de komst van Marco Vjenovic. Ja, eerste training. Ja, eerste training. Een beetje flauw vraag natuurlijk, omdat het maar 1 trainingspas is. Maar wat is je indruk? Nou, de eerste indruk is dat hij fit is, dat hij gretig is en dat hij voetbalkwaliteit heeft. Maar ja, dat zijn ook de redenen dat we hem natuurlijk gehaald hebben. Ik ben altijd even nieuwsgierig. Hij komt natuurlijk van een andere club. Nou, hij is 2 weken voorbereiding, wij zijn een week verder. Maar je ziet dat hij qua voetbal makkelijk mee kan in dat niveau wat wij graag willen. En zijn rol in het elftal zal ook bepaald gaan worden door middel van de trainingen. Zodat hij ook duidelijkheid heeft wat hij moet doen. Ideale wedstrijd morgen daarvoor, om hem daar ook in te gebruiken. Dus ja, ik denk dat we een goede speler hebben binnengehaald, absoluut. Dankjewel. Okay.